Hallootjes, Facebook. Good evening, good evening. Ik dacht, zo voor het slapen gaan, ga ik nog even een liedje voor jullie zingen. Moet wel een beetje zachtjes, want het is al laat. Oeh, en mijn batterij is ook bijna leeg, dus we hebben niet veel tijd. Maar ik ga een paar liedjes zingen. En dit is ook tegelijkertijd een uitnodiging voor mijn volgende rituele concert. Aanstaande, niet aanstaande, maar volgende week vrijdag 17 augustus. Super welkom daar. Het is een concert, ritueel concert. En het heeft de intentie om heling, een veld van heling te creëren in liefde en intimiteit. En om de pijn die tussen mannen en vrouwen is, tussen brothers en sisters, samen te gaan helen. En het is gewoon een avond om heerlijk te genieten van fijne muziek. En je lekker daaraan te laven, aan die grote universele liefde. En nu, heel zachtjes, want het is al laat, een liedje van Via, A Journey Unfolding. So if we're gonna do this, there's some things I need to know. Are you in it for the long run? To commit to the fun and rosy parts, but so many of us run when things start getting hard. It's not my job to fix you, make you happy, feel complete. That is yours alone to handle, and the same thing stories, can we agree to let them go? Leave all that isn't serving our expansion and growth. May we remember and never forget that we can only need each other as deep as ourselves. You and I on earth, we have taken human forms with shining crowns of light and our feet down in the soil. A journey unfolding, we keep on learning, we evolve. We can only meet each other as deep as we met ourselves. So if we're gonna do this, there's some things I need to know. Are you in it for the long run? Will you bury your heart and soul? 'Cause it's easy to commit to the fun and rosy parts, but so many of us run when things start getting hard. Van Via, as you all know, A Journey Unfolding. Wat heel erg gaat natuurlijk ook over de intimiteit. En ik vind het altijd zo mooi met liefdesliedjes. Je kan het naar jezelf zingen, de intimiteit met onszelf. En je kan het naar God zingen.
En God kan het naar jou zingen. If we're gonna do this, babe, there's some things that I need to know. En we kunnen het zingen naar onze geliefde. So beautiful. I love it. En deze ga ik zeker ook zingen. Vrijdag 17 augustus op mijn rituele concert. Dus ik hoop dat je erbij bent. Ik deelde het net al even. Misschien kom je net kijken. Maar het concert, de intentie van het concert is eigenlijk healing voor Me Too. Maar dan niet de zwaarte van Me Too, maar de levendigheid ervan en de schoonheid ervan. We hebben allemaal pijn opgelopen in intimiteit. Of ons hart gebroken. Of we hebben allemaal onze projecties op het andere geslacht, op de mannen, op de vrouwen. En het is tijd om de battle of the sexes los te laten. En voor iets nieuws te kiezen. Zoals Mark Gaffney het vorige week op het Summer Festival of Love noemde hij het. Dat we opnieuw een soort van een nieuwe humanity. We are birthing a new humanity. En hij noemt die nieuwe humanity homo amore. Hoe zou je leven eruit zien als je weer als brothers en sisters naast elkaar kunt staan? En ik heb dus afgelopen week een thema wat mij heel veel bezighoudt. Intimiteit, seksualiteit, zoals jullie weten. En afgelopen week op het festival daar weer enorme shifts in mogen maken. Ontzettend helende, liefdevolle, bijzondere ervaringen gemaakt. En die ga ik met jullie delen op het rituele concert. En er is ook ruimte voor mensen om zelf iets te delen als ze willen. En het is echt een helend veld van liefde waar je aan kunt laven. En waarin je dingen in jezelf ook mag gaan shiften. En ik ga echt die energie van de Dharma, van het festival, ga ik daar delen en al mijn nieuwe inzichten. En we gaan vooral heling vinden door muziek. En vanavond had ik een meeting met het Krista in Concert team. Super fijne, lieve mensen van de Sexy Soul Tribe die vanavond langskwamen. En we hebben samen de avond eigenlijk voorbereid en samen ingetuned, samen gevoeld. Wat mag er gebeuren? En het was zo bijzonder wat er dan in het moment helemaal mag ontstaan. En welke liedjes we gaan zingen. En ja, hoe helend die muziek ook is. En hoe helend het is om samen te zingen. En vooral ook om samen dus voor die pijn te zingen. Dus wat er dan ook maar opkomt. Weet je, in zo'n ritueel kan van alles opkomen. Maar ja, dat die pijn die we allemaal kennen in intimiteit, dat die in het midden van die cirkel mag zijn, zeg maar. En dat we daar allemaal samen voor zingen. En we hebben vanavond bijvoorbeeld ook heel fijn gezongen voor onze innerlijke kindjes. Dus dat deel in ons dat gekwetst is, dat bang is, dat kwetsbaar is, dat raakbaar is. Om daar onze liefde helemaal aan te geven. Zo fijn, zo helend, zo teder, zo lief. Dus ja, misschien dat het fijn is om dat liedje nog te zingen. En ik zing een beetje zachtjes en ik praat een beetje zachtjes, want het is best wel laat al. 11 uur, denk ik. Dus ik moet even zachtjes spelen, anders vinden de buurtjes dat niet zo leuk. Maar even kijken, wat zeggen jullie? Sip zegt, misschien speelt Krista bij een kampvuur te zijn de tijd. Nou ja, het is geen kampvuur, maar wel bij kaarslicht. 17 augustus. En super welkom. Karel, nog eens ons lief Christaatje live. Ja hoor, daar is ze weer. Jullie hebben me vast allemaal gemist, want ik ben gewoon 2 weken of zo niet online geweest door het festival. Even kijken. Misha, mooie stem, zacht uitgedrukt. Well, thank you, thank you. Ik moet dus ook een beetje zacht zingen, maar dat geeft verder niks. Wat zeggen jullie nog meer? Alexander, wat mooi. Ik denk meteen aan een kampvuur met mensen in de kring. En boomstammen en wijntje en biertje bij. Geweldig. Ja, yeah, that's exactly de bedoeling. We gaan dan niet op boomstammen bij een vuur zitten, maar wel gezellig lekker binnen samen. Lekker knus in een fijne, intieme space. En we hebben vanavond dus even samen besloten dat we het op een andere locatie gaan doen. Omdat ik voel dat het fijn is om het ook heel klein te mogen houden. Ik zie mezelf natuurlijk al concerten voor 100 mensen geven. Maar ook dit thema intimiteit. Er is intimiteit voor nodig om dit echt te kunnen beleven samen. En dus ik heb besloten, op deze locatie kunnen 20 mensen komen. En dus als je erbij wilt zijn, laat het even weten. En nu dan nog een liedje. Even kijken, wat gaan we zingen? Ja, laten we Come Back to Love zingen. Want het gaat ook over natuurlijk liefde. Ha, liefde, liefde. Alright. Heel zachtjes hoor, anders worden de buurtjes wakker. Calling all my sisters and brothers, it is time to rise. We are birthing this new world together, making
Making a shift from me to we, 'cause power lies in community. Let's be clear and focused and get going. Or how do we want it to be? Where do we put our energy? Every thought and feeling is a creator. So let our hearts lead the way. Each moment of the day, and whenever in doubt, come back to love. Come back to love. Everyone's needed when things start to change. It's the only way. Intention paired with action sparks the flame. So look at the treasures you carry within. That special gift only you can bring. Share it with the world. This is the medicine. How do we want it to be? Where do we put our energy? Every thought and feeling is a creator. So let our hearts lead the way. Each moment of the day, and whenever in doubt, come back to love. Come back to love. Oh, cause we are the ones we've been waiting for. And now is the time. Are you ready? How do we want it to be? Where do you put your energy? Every thought and feeling is a creator. Let our hearts lead the way. Each moment of the day, and whenever in doubt, come back to love. Come back to love. Hey, coming back to love. Wat als mannen en vrouwen weer in liefde kunnen samenkomen. En in dit liedje is ook zo mooi die zin. Die zin. Making a shift from me to we. We hebben afgelopen week, dus op het Festival of Love met Mark Gaffney, hele week gekeken naar evolutionary intimacy. En een van de onderdelen daarvan was dus me too. En hoe kunnen we nou van me too naar we toe gaan? Dus making a shift from me to we. So nice, so beautiful. Ik wil nog een liedje. Ik heb heel veel nieuwe liedjes ook natuurlijk. Voor het concert, maar die ben ik nog aan het oefenen. Dus die wil ik wel even nu met jullie gaan oefenen. Maar er zit ook een akkoordje in die ik nog niet zo heel goed kan. Dus als jullie me dat vergeven, dan gaan we deze wel even samen zingen. Als jullie dat willen tenminste. Moet je even duimpjes omhoog doen. Of hartjes op ergens klikken. Ja, dat willen wij. Anders dan gaan we gewoon lekker slapen. Dat kan natuurlijk ook. Rinus is weer mooi. Helma, Liefie. Kom je ook vrijdag, Helma? Het zou super fijn zijn om je weer te zien. Volgende week vrijdag dan, hè? Rinus, speel maar. En ik heb een kaartje voor volgende week. Yay. Super fijn dat je weer komt, schatje. Gaan we weer lekker samen zingen. Everybody too. Ja, ik zie duimpjes van iemand die een liedje wil horen. Ik weet niet welke, maar we gaan deze zingen. Deze heb ik nieuw geleerd vorige week. En ik heb hem net vandaag voor het eerst op de gitaar geoefend. Dus forgive me my mistakes. En het is een call and answer liedje. Dus ik ga hem voorzingen. Ik ga hem ook wel de tweede keer zingen. Maar dan kunnen jullie ook meezingen thuis, ja? Komt ie. Even kijken. Even spieken ook hoor. Hasewana, hewana, hasewana, hewana, hasewana, hewana, hasewana, hewana. Hey Nikiti, hewana, hey Nikiti, hewana, hey Nikiti, hewana, hey Nikiti, hewana. Hey sister, we are one. Hey brother, we are one. Hey
we are one. Hey brother, we are one. No matter where we're going to, no matter where we're coming from, no matter where we're going to, no matter where we're coming from. Hase wana, he wana, hase wana, he wana, hase wana, he wana, hase wana, he wana. No matter where we're going to, no matter where we're coming from, no matter where we're going to, no matter where we're coming from. Hase wana, he wana, hase wana. Hey sister, we are one. Hey brother, we are one. Hey sister, we are one. Hey brother, we are one. No matter where we're going to, no matter where we're coming from, no matter where we're going to, no matter where we're coming from. I say wanna, hey wanna, I say wanna, hey wanna, I say wanna, hey wanna, I say wanna, hey wanna. Hey, hey Nikiti, hey wanna, hey Nikiti, hey wanna. Die ben ik nog even aan het oefenen. And that is it for tonight. Ik zal jullie even in slaap zingen. Als je al in bedje ligt, of als je deze misschien later kijkt. En het is heel laat. Het is nu wel heel laat hier. Ga ik heel zacht een slaapliedje voor je zingen. Oké? Okay? Het is al wel heel laat. Dus het moet heel veel zachtjes. Dus ga maar lekker in je bedje liggen. Misschien lig je nog niet in je bedje, maar dan klik je deze gewoon later even aan. En dan ga ik jullie even in slaap zingen. Dus dan ga je lekker in je bedje liggen onder je dekentjes. En mag je helemaal voelen dat je helemaal veilig bent. Dan gaan we eventjes helemaal naar binnen. Je oogjes dicht doen. Ja. Lekker wegkruipen onder die fijne warme dekens. En voel maar hoe dat nu voor jou voelt. En misschien kan je voelen dat je dankbaar bent. Dat dit plekje er voor jou is. Jouw veilige holletje. Waar je helemaal die intimiteit met jezelf kan beleven. En je kunt ook jezelf even lekker vasthouden. Misschien over je wangetje aaien. En even een paar keer diep in en uit ademen. En zo door je ademhaling. Helemaal die intimiteit met jezelf ervaren. Maar ook de intimiteit met de ruimte om je heen. Super intiem. Dat die zuurstof zo helemaal door heel je lijf heen stroomt. De intimiteit met dit moment. In jouw veilige bedje. Nu of straks. Met je oogjes dicht. En misschien kun je jezelf als kindje zien. Dat je als een klein kindje zo in een veilig bedje ligt. En misschien herinner je je nog hoe dat vroeger voor je voelde. En misschien voelde het heel fijn. Misschien ook helemaal niet fijn. Maar je mag helemaal nu een eigen vader of moeder voor jouw eigen innerlijke kindje zijn. Dat je jezelf zo helemaal in bed gaat instoppen. En als je zo ingestopt wordt door jezelf, kun je ook voorstellen hoe je met liefdevolle ogen naar jezelf kan kijken. Het is de ogen van een liefdevolle vader, een liefdevolle moeder. Eigenlijk een perfecte vader of perfecte moeder. Want het is de divine father, de divine mother. Die naar jou kijken
En die jou in je wiegje leggen, in je bedje leggen als klein, klein kindje. Dat je helemaal mag voelen hoe blij ze met jou zijn. En dat zij tegen jou zeggen, die Divine Father en Divine Mother die aan jouw bed staan. En met liefdevolle, stralende ogen naar jou kijken. En dat ze zeggen, we zijn heel blij met jou. En hoor ook maar hoe ze jouw naam zeggen. Tegen mij zeggen ze, we zijn heel blij met jou. Christa, Christa. Ja. Ja, en mag je helemaal met het liedje heel fijn, heel zacht in slaap vallen. In alle liefde en alle zachtheid voor jezelf. Je bent helemaal goed zoals je nu bent, met alles wat in jou leeft. Je bent zo welkom. Zo mooi. Er is niks wat je hoeft te verbergen of hoeft te verstoppen voor die grote liefde. Daar ben je helemaal welkom zoals jij bent. How could anyone ever tell you you are anything less than beautiful? How could anyone ever your love is just a miracle, and how deeply we are connected in our soul. How could anyone ever tell you you are anything less than beautiful? How could anyone ever tell you you were less? That your love is just a miracle, and how deeply we are connected in our soul. How could anyone ever tell you you are anything less than beautiful? How could anyone ever tell you you were less? Your love is just a miracle, and how deeply we are connected in our soul. Ja, slaap lekker, lieve mooiers. Tijd om naar bed te gaan. Love you, love you, love you. Love you, love you, love you. En als je nog wat meer liefde wilt, heel welkom. Volgende week vrijdagavond, 17 augustus, gaan we heerlijk samen liedjes zingen. Er mag geknuffeld worden, niet verplicht. Maar ja, ja, ja. Een bad van universele liefde. Super welkom.